om dan dus mee te beginnen, Donkervoort D8 GTO. Gebaseerd op de GT, maar dan de open versie. Wij hebben een Premium Edition staan, wat ik net ook al zei, zijn er 25 van gemaakt. Waarom zijn er 25 van gemaakt? Dat dit de eerste GTO was die toen werd gemaakt. Een stukje eer richting dit eigenlijk nieuwe model. We zijn ons nog aan het verdiepen in alle stof, alle informatie die rondom de Donkervoort D8 GTO bekend is. Want het is een hele bijzondere auto. Hij weegt slechts 700 kilo, gemaakt van carbon en koolstofvezel. En dat is wel heel erg apart. Auto ruim 380 pk, voorzien van een, zit in de RS'en. Een RS3 heeft bijvoorbeeld de 5-cilinder, een Audi 5-cilinder met 380 pk. En dat op 700 kilo is wel heel erg bijzonder. Ik ga hem hier laten zien. Zoals ik al zei, de GTO Premium Edition. Dit is nummer 8 van de 25. Donkergrijs van kleur. Dat is een mooie basis unilak. Met allerlei, een beetje fluorgele details rondom in de velgen. Hier ook in het donker voor het logo achterop. Van binnen en rondom de auto. GTO is in het fluorgeel uitgevoerd. Van binnen heel erg gaaf. Ik ga meer van binnen laten zien. Van binnen dus ook volledig GTO uitgevoerd. Het lichtst wat het moet zijn. Carbon stoelen. Dat zien we hier weer terug met leer bekleed. En ook weer die fluorgele stick. Die terugkomt in de stoelen, maar ook door het hele interieur voor de rest heen. Geen airco, geen navigatie, geen stuurbekrachtiging, niks van dat alles. Puur gericht op het zijn van eigenlijk een raceauto. Want dit is misschien wat snelste wat er is. 2,8 seconden naar de 100. En richting de 200 echt geen enkele auto houdt hem bij. En dat is wel echt heel erg bijzonder. Wat zijn nog meer mooie details? Stuurwiel in Alcantara. Voor de meeste grip. En vooral onderuit. Heel erg gaaf. We gaan de komende tijd nog wel meer zien van deze auto. Dit blijft bijzonder.